Chan en Co. werken alleen met IMF. Dit zei Ashwin Adin, NDP-parlementariër, afgelopen zaterdag in Auxerre tijdens zijn toespraak bij de kadermeeting van de partij. Als ik kijk naar de afgelopen 4,5 jaar, regering, wil ik alleen één ding zeggen. Wie wil zijn, zal storm oosten. Wie wil zijn, zal storm oosten. Tijdens onze regeerperiode hebben wij één keer bij wijze van uitzondering het IMF erbij gehaald. We luisterden naar het volk en die riep weg met IMF. En we hebben gerespecteerd, hebben geluisterd naar het volk. Hebben we IMF netjes afgezegd, toch? Hebben ze netjes afgezegd. Maar wat zien wij nu? Chan en Co. Weet je wat voor Co staat toch? Is dat niet toch? Co staat voor companies. Soms staat het voor companies. Chan en Co. werken alleen met IMF. Toen gilden ze dezezelfde mensen op die zoontruk. Weg met IMF. En wij hebben ook in het parlement gezegd. Mijn fractie, waarop we bijzonder trots mogen zijn. In de moeilijkste tijden heeft deze fractie van de NDP ons beschermd. In de eerste jaren en de eerste maanden. Een applaus voor onze fractie in DNA. Anders hadden die mannen ons gecriminaliseerd tot de grond. En in de fractie hebben we toen gezegd. Een IMF-programma? Oké, waar is jouw plan? En dan ga ik u zeggen waarom het fout is gegaan. Toen ons stabilisatieherstelplan maakte in 2016, hadden we een eigen plan. En dan hebben we gezegd, kijk, dit is het plan. Dit is het plan. We hebben gezegd, als je geen IMF-programma maakt voor 7 jaren, omdat wat gegroeid is aan sociaal, whatever, 40 jaar lang subsidie, wil je in 3 jaar nog halen? Dat wil zeggen, je hebt geen plan. Als je zonder plan naar het IMF gaat, gaat het IMF voor jou een plan maken. En dat is gebeurd. En daarom is het fout gegaan. Het IMF kan je de schuld geven. Maar het zijn deze onkundige mensen. Die een project hebben doorgedrukt. Binnen 3 jaar subsidie weg. Ik dacht 40 jaar is opgebouwd. Dit zijn van die dingen die we moeten nadenken. Die we ook moeten herzien.